Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen 166 recruten beëdigd tot aspirant agent van politie. 3 recruten zijn niet beëdigd. Dit nieuws is niet in goede aarde gevallen bij de Surinaamse Politiebond. Raffaelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond, vindt de manier waarop de recruten zijn beëdigd niet correct. Het kan niet zo zijn dat manschappen worden beëdigd zonder een uniform en dat zij geen epauletten opgespeld krijgen. Ik heb voor het eerst gezien dat recruten op zo'n manier zijn beëdigd geworden. Ja, er waren geen stoelen voor ze moesten maar staan, constant. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ze geen uniform hebben. Ze zijn niet aangekleed, ze hebben geen uitrusting, totaal niets. Ze zijn weliswaar dus beëdigd vandaag. Dat wil zeggen, ze hebben op basis van de wet nu strafvorderlijke bevoegdheden. Maar je begrijpt dat wanneer dus nu mensen die reeds aspirant agent van politie zijn, dat je, als je ze op deze manier moet sturen naar de werkvloer, ja, dat helemaal niet van doen is. Dus vandaar is dat we hebben besloten dat wij dat beraad waarin we waren met die recruten toen, dus nu aspirant agent van politie, dat we ze hier gaan houden in de politieacademie. Elke dag moeten ze zich hier aanmelden om 7:30. Ze moeten intekenen. En wij gaan dan verder met de werkgever om te vragen hoe het is gekomen, omdat dat een afspraak was. Het was een duidelijke afspraak dat bij de beëdiging ze dus ook allemaal helemaal aangekleed zouden zijn. Compleet uniform, schoeisel. En het zou zelf een mooi moment moeten zijn voor die recruten. Hun familie zou hier moeten zijn, toch? Je hebt gewoon eigenlijk het hele mooie van een aanstelling tot aspirant agent van politie. Het is een traditie bij het Korps Politie Suriname. Hebben ze dus helemaal verwijderd. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie hebben de manschappen lang op dit moment gewacht. Desondanks moeten zij het werk nu adequaat kunnen uitoefenen, zegt de bewindsman. Hij benadrukt verder dat de leiding verschillende projecten zal introduceren om het korps aan te sterken. We moeten terug naar de basis van de politiezorg. De chef van dienst moet weer zijn centrale rol innemen en samen met de koerscommandanten de begeleiding van de lagere era op zich nemen. De surveillance moet weer opgepakt worden en de aanleidingen moeten worden aangescherpt. Nieuwe buurtmiddelen moeten worden aangescherpt en het project reservepolitie zal worden opgepakt. De veiligheid op scholen in stad en binnenland zal worden opgevoerd. Zo ook het revitaliseren van het verkeersonderwijs en het opleiden en coachen van verkeersbrigadiertjes. Ik reken er ook op dat de huiselijke werkplek wederom operationeel worden op de verschillende bureaus. Dat was dus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij sprak vanmorgen tijdens de beëdiging van 166 recruten tot aspirant agent van politie. De bond zorgt ervoor te zullen vechten dat de 3 recruten die niet beëdigd zijn alsnog worden toegelaten tot het korps. Trouwens, het verslag komt van Sifra Goudland.